versneld, eenparig en vertraagd. Nou, wat ga ik behandelen? Ik ga uitleggen wat een versnelde, eenparige en vertraagde beweging is. We gaan een afstand-tijddiagram bekijken, met name het aflezen en het zelf tekenen. Je moet weten dat een eenparige beweging een beweging is waarbij de snelheid eigenlijk gewoon altijd hetzelfde is. En we gaan naar een voorbeeld kijken waar je kunt bepalen waar en wanneer twee voorwerpen elkaar passeren die elkaar tegemoet komen. Hoe lees je een afstand-tijddiagram af? Nou, laten we eens kijken naar deze hier. Ik heb een fietser. En hier staat de afstand in meter, hier de tijd in seconde. Dus nou kijken naar de snelheid tussen A en B. Wat kun je dan zeggen? Dus even kijken, hij legt in 20 seconden tijd 100 meter af. Dus, als ik de snelheid wil hebben, dan is het afstand gedeeld door de tijd 5 meter per seconde. En de snelheid is constant in dit geval. Tussen B en C blijft de afstand gelijk, staat hij stil. En hier stijgt de lijn steiler, dus per tijd legt hij meer afstand af. En hoeveel? 200 meter in 20 seconden, is dus 10 meter per seconde. Dus ik heb hier een constante snelheid, hij beweegt eenparig, stilstaan, constante snelheid, en hier staat hij weer stil. Als je nou een afstand-tijddiagram van een versnelde en een vertraagde beweging bekijkt, bijvoorbeeld een optrekkende auto, zie je dat je zo'n lijn krijgt, net als een vallende bal bij de stroboscopische foto. Hier beweegt de auto eenparig, constante snelheid. Als hij afremt, krijg je zo'n lijn en hier staat hij stil. Een voorbeeld. Henk vertrekt per fiets op het tijdstip 0 seconden. Vanaf de brievenbus voor zijn huis richting de winkel 40 meter verderop. Hij gaat met 3 meter per seconde fietsen. En Lisa vertrekt op hetzelfde moment lopend vanuit de winkel naar Henk. En zij loopt met 1 meter per seconde. En dan is de vraag waar en wanneer ontmoeten ze elkaar. Nou, even beredeneren. Dus 3 meter per seconde, 1 meter per seconde, 40 meter. Waar ontmoeten ze elkaar? Dus welke plek? En wanneer is welk tijdstip? Dus even denken, als je er nog eentje had, dan had je 3 meter per seconde en 1 samen eigenlijk een verschilsnelheid van 4 meter per seconde. En dan duurt die 40 meter, gedeeld door 4, 10 seconden. Nou, na 10 seconden heeft Henk 10 keer 3, 30 meter afgelegd. En Lisa is hier 10 keer 1, 10 meter. Nou, ik kan het even tekenen. We hebben de brievenbus, daar vertrekt Henk. En die gaat met 3 meter per seconde, dus na 1 seconde 3 meter. Teken hem door tot 10 seconden 30 meter. Dit is het afstand-tijddiagram voor Henk. Een eenparige beweging. Nou, Lisa die begint op 40 meter afstand, maar die gaat de andere kant op. Dus eigenlijk met min 1 meter per seconde kunnen we zeggen. Dus elke seconde 1 meter eraf. En als je de lijn doortekent, kruisen ze hier. Dus daar komen ze elkaar tegen. Op het tijdstip 10 seconden. En 30 meter heeft Henk afgelegd. En 10 meter heeft Lisa afgelegd.